Woon jij wel veilig achter de dijken? Dit is de Universiteit van Nederland. Nederland kent een lange geschiedenis van overstromingen. Ik neem jullie mee naar één voorbeeld van zo'n overstroming. Het rampjaar 1651. In februari van dat jaar trof een grote stormvloed het noorden van ons land. Hele waddeneilanden verdwenen en volgens sommige bronnen vielen er wel 15.000 doden. Een maand later, hier te zien op deze afbeelding, braken de dijken nabij Amsterdam. Heel Amsterdam kwam onder water te staan en het duurde meer dan een jaar om de dijken te dichten. In de loop van eeuwen vonden er vele overstromingen plaats. Soms wel elke 10 jaar, bijvoorbeeld in het rivierengebied in de 19e eeuw. De laatste grote overstroming met veel dijkdoorbraken, wel meer dan 100, was die van 1953, de watersnoodramp. Meer dan 1800 mensen verloren het leven bij deze stormvloed. En de schade liep in de miljarden. De laatste echte dijkdoorbraak in ons land was die in Wilnis in het jaar 2003. Tijdens een droge zomer brak plotseling de dijk door. Die was droog geworden door de hoge temperaturen en daardoor lichter en die schoof plotseling af. Omdat het gebeurde langs een kanaal waar relatief weinig water in zat, waren er gelukkig geen doden te betreuren, maar was er wel veel schade. Als we in de geschiedenis kijken, zien we dat de grote waterwerken, de grote beschermingswerken, tot stand komen na de ramp. Dat is in Nederland zo en ook in het buitenland. Bijvoorbeeld de afsluitdijk die we hier zien, die werd gemaakt na de overstromingsramp van 1916. Dit jaar 100 jaar geleden. Die beschermde het gebied rondom de Zuiderzee of het IJsselmeer en bood ook de mogelijkheid om land aan te winnen ten behoeve van de landbouw en de voedselvoorziening. Hoe ziet ons land er nu uit? Grote delen van ons land zijn laag gelegen en overstroombaar. En dat zien jullie op deze kaart. In donkerblauw de gebieden die beneden zeespiegel liggen en dus vooral door stormvloeden getroffen kunnen worden. En in lichtblauw de gebieden die door rivieroverstromingen getroffen kunnen worden. Bijna 60% van ons grondgebied, maar hier wonen ook meer dan 60% van de mensen. We gaan naar het diepste puntje van Nederland, de Prins Alexanderpolder. Die zien we hier, bijna 7 meter onder zeespiegel. En je moet je voorstellen, het water aan de buitenkant staat dan 3 of 4 meter boven NAP. Als hier de dijken doorbreken in dit dichtbevolkte gebied, is de ramp niet te overzien. Om de Alexanderpolder te beschermen en ook de andere laaggelegen gebieden in Nederland, hebben wij waterkeringen, dijken, duinen, stormvloedkeringen en nog een aantal constructies. Bijna 3800 kilometer. Woon jij wel nu wel veilig achter deze dijken? Daar gaan we het vandaag over hebben. Van veel van die dijken kunnen we al redelijk inschatten of ze hoog genoeg zijn, sterk genoeg en breed genoeg. Maar we weten nog lang niet alles van dijkdoorbraken. En daarom doen we daar onderzoek naar. Dat doen we met computermodellen, dat doen we in het laboratorium op schaal en om te kijken hoe de grond zich gedraagt. Dat doen we door dijken te bouwen en die door te laten gaan. Maar een belangrijke bron van informatie is ook wetenschappelijk ramptoerisme. Wij gaan bij overstromingen in het buitenland kijken wat er gebeurd is en hoe de dijken zijn doorgegaan. Ik neem jullie mee naar New Orleans. New Orleans is net als Nederland een laaggelegen gebied en werd in 2005 getroffen door orkaan Katrina. Ook hier was de ramp niet te overzien. Meer dan 1000 mensen verloren het leven. En ik zelf ben daar met anderen onderzoek gaan doen in het veld. Dat gaf ons inzicht in de enorme schade die je kan verwachten. Schade aan huizen en infrastructuur. Maar ook de impact op mensen. Ze waren werkelijk alles kwijt en de rotzooi lag voor het huis. En hier zie je een voorbeeld van een fotoboek van iemand wat ik daar in het afval vond. Dus je bent werkelijk alles kwijt. Zo'n ramp geeft ons naast inzicht in de schade ook inzicht in hoe zo'n waterkeringssysteem zich gedraagt en hoe het kapot gaat in extreme omstandigheden. En dat zien we hier bij New Orleans. Een gebied groter dan Amsterdam overstroomde. Het water werd door de orkaan tegen de stad aangestuwd.
En eerst gingen in het oosten, op de gele plekken, op tientallen plekken, gingen de dijken door, doordat het water er overheen ging. In het centrum van de stad stond het water nog onder de top van de dijk en gingen ze toch door. Daar kom ik zo op terug. Ook in Duitsland zijn we gaan kijken naar de overstromingen van de Elbe in 2013. En hier is te zien hoe na een dijkdoorbraak, die ook weer onderuit schoof, er enorm veel water naar binnen komt. Als die bres eenmaal is opgetreden, is er geen houden meer aan, zelfs als je er grote big bags in gooit. Deze overstromingen leren ons wat over de faalmechanismen, de manieren waarop een dijk kapot kan gaan. We hebben verschillende faalmechanismen. Het water kan over de dijk slaan, overloop, overslag, en die dan aan de binnenkant opeten, gebeurde in 1953. Zoals bijvoorbeeld in Wilnis of in New Orleans kan een dijk verzadigd raken en dan aan de binnenkant onderuit schuiven. Wij noemen dat afschuiving. En het derde faalmechanisme, wat van belang is ook voor de Nederlandse dijken, is onderloopsheid of piping. Doordat het water tegen de dijk aanstaat, ontstaat er een waterstandsverschil onder de dijk. Het water gaat er onder doorstromen, neemt zandkorreltjes onder de dijk mee. En de dijk wordt ondermijnd, er ontstaat eigenlijk een gang onder en op een gegeven moment zakt die gewoon in elkaar. En met name die laatste twee faalmechanismen zijn gevaarlijk. Ze kunnen optreden als het water nog onder de top van de dijk staat. Ze kunnen onverwacht optreden en ze worden dus heel erg bepaald door wat er in die ondergrond zit. Hier komt het gevaar dus van onderen. En we doen dus uitgebreid onderzoek aan deze faalmechanismen in het lab, maar ook door te gaan kijken bij overstromingen. Hoe zit het nu met de veiligheid van Nederland? We zien hier zo een kaart van de waterkeringen in Nederland. Zoals ik al zei, 3800 kilometer bijna. 2/3 van de dijken voldoet aan de veiligheidseisen. En ongeveer 1/3 is niet volledig veilig genoeg, hier te zien in rood. Het kan dat ze iets te laag zijn, iets te smal, en die moeten dus versterkt worden. Om nog beter beeld te krijgen van de risico's die we achter die dijken lopen, doen we uitgebreide studies naar de risico's, overstromingsrisico's. We kijken naar de kans op overstroming en de schade en combineren dat. We kijken dus naar de kans op die verschillende faalmechanismen. We kijken hoe de gebieden onder kunnen lopen. Dus hier zien we een voorbeeld van een grote dijkdoorbraak langs de kust, waarbij delen van Den Haag en het Westland onderlopen en honderdduizenden mensen getroffen kunnen worden. Hier gaat het in 4 seconden, in het echt gaat het natuurlijk langzamer, maar in deze gevallen kunnen er honderden en soms wel meer slachtoffers vallen. En dat is de laatste component die we bekijken, schade en slachtoffers. Schade in Nederland kan in de miljarden lopen. En we kijken dus ook naar potentiële dodelijke slachtoffers. En om dat te weten, moeten wij weten hoe goed we in bepaalde gebieden kunnen evacueren. En daarbij kunnen we bijvoorbeeld kijken naar ervaringen van 1995, toen bij het hoogwater 250.000 mensen en nog veel meer stuks vee geëvacueerd moesten worden. En een les van zo'n evacuatie is dat een deel van de mensen altijd achter zal blijven, omdat ze uiteindelijk niet willen evacueren. En voor alle gebieden in Nederland zijn de schattingen gemaakt, hoe goed kun je daar evacueren? En voor de kust is dat lastiger dan voor de rivieren, omdat je voor de kust minder waarschuwingstijd hebt. Al die componenten combineren we om een antwoord te geven op de vraag, waar in Nederland zijn we nu het meest onveilig? En dat doen we aan de hand van risicoschattingen. En hier zien jullie een voorbeeld van zo'n risicoschatting, het individueel risico. De kans op overlijden in een laaggelegen gebied in Nederland door een overstroming. Op deze kaart is dat te zien. In de meest rode gebieden is die kans ongeveer 1 per 10.000 jaar. En dat is ook de kans die de meest risicovolle groep, de jonge mannen, ook in het verkeer loopt. En in de groene gebieden is dat kleiner dan 1 miljoen per jaar. In die rode gebieden is door onze minister gezegd, dat risico vinden wij te hoog. En daar moet het risico omlaag gebracht worden door strengere eisen voor de waterkeringen af te leiden. Strengere normen zijn daar dus voorgesteld. En bovenop de opgave die we in de eerdere slide al zagen, moeten er dus op veel plekken in Nederland dijken versterkt worden.
Op veel plekken doen we dat op een traditionele manier door de dijk te verhogen en te verbreden om hem stabieler te maken. Maar op andere plekken moet die oplossing slim ingepast worden omdat er ruimtegebrek is of omdat er allerlei andere functies zijn waar rekening gehouden mee moet worden. En één zo'n voorbeeld van zo'n slimme oplossing is Dijk in Duin, de oplossing die in Katwijk gekozen is. Hier moest de zeewering versterkt worden. Was er heel weinig ruimte aan die boulevard en was er tegelijk behoefte voor alle badgasten om te parkeren. En als oplossing is gekozen een harde zeewering, die is ingepakt als duin en waar de parkeergarage achter is gelegd. Dus zo is een integrale oplossing voor deze plek bedacht die de komende jaren ook veiligheid biedt. Wat doen we nou als het hoge water toch komt? Want het kan altijd hoger komen dan we met onze dijken hadden bedacht. Wat als het dan toch bijna misgaat? Dan gaan we kijken naar tijdelijke of noodmaatregelen. En de klassieke oplossing die dan wordt gekozen is natuurlijk de zandzak. Dat doen we al honderden jaren in ons land. Gelukkig wordt er de laatste jaren nagedacht over andere en slimmere oplossingen die we makkelijker en sneller kunnen plaatsen. En enkele voorbeelden heb ik meegenomen. De tube barrier, die zie je hier, die kan je heel snel aanleggen. En die wordt ook al in Azië op veel plekken gebruikt. En hier ook een alternatief voor de zandzak, de box barrier. Je ziet het, dit ding staat gelijk aan 30 zandzakken. Je kan 100 meter in een minuut plaatsen. Die plaats je dus snel. Je vult hem daarna binnen een minuut met water, waardoor die stevig staat. Dit zijn dus oplossingen die sneller en slimmer geplaatst kunnen worden en kunnen bijdragen aan de veiligheid. Om zeker te weten dat zulke soort oplossingen het ook echt doen, hebben wij in Delft een proefpolder, Floodproof Holland, waar we deze oplossingen met studenten en fabrikanten kunnen testen. En hier zie je ze aan het werk, het vullen van de box barrier. En op deze plek kun je dus ook kijken wat moet er aan die producten verbeterd worden. Ik kom tot een afsluiting. Hoe veilig wonen we nou achter onze dijken? Leven in onze laaggelegen delta brengt heel veel voordelen met zich mee, maar ook risico's. We hebben in onze geschiedenis, maar ook in het buitenland gezien, dat de schade bij een overstroming gigantisch is. Miljarden euro schade en verlies aan mensenlevens. Nederland is, zeggen we, de best beveiligde delta in de wereld en wij besteden daar inderdaad heel veel aandacht aan. Maar er is ook nog heel veel werk aan de winkel. Een derde van onze dijken, en waarschijnlijk meer, moet aangepast worden om meer veiligheid te bieden. En met name die geotechnische faalmechanismen, piping en afschuiving, en met name in ons rivierengebied, waar die risico's het hoogste zijn en de dijken relatief gezien het zwakst, daar moet veel gebeuren. Vanuit het onderzoek dragen wij bij aan veiliger dijken, door te kijken in het laboratorium en in het echt hoe dat gebeurt. En op veel plekken in de wereld zien we dat ze regelmatig overstromen. Hier in Azië en er zijn mensen zelfs aan gewend. In ons land hebben we geleerd dat het beter is om droge voeten te hebben. En daar dragen wij met ons onderzoek door betere kennis van dijken aan bij.